Salam alaikum, hallo allemaal. Ik heb visbestula gemaakt, dit keer op een andere manier dan de meeste gewend zijn, aangezien ik de zeevruchtenmix en zalm weggelaten heb. Laat het vooral niet weg als ze het thuis lekker vinden, en ook als je bezoek krijgt is het beter om het wel te gebruiken. Snijd de pandafilet in stukjes. Doe wat olijfolie in de pan en pak alle vissoorten samen in kleine stapjes. Als je ziet dat je vis bijna gaar is, dan voeg je 2 theelepels viskruiden en 1 theelepel zout erbij in. Pak een ander pan en doe daar ook wat olijfolie in. Pak de paprika half gaar. Voeg daarna de brei in een uitje en blokjes gesneden erbij in. Als je groente gaar is, dan voeg je de vis erbij toe. Je kruid je pastilla vulling door 2 theelepels knoflookpoeder, 3 theelepels paprikapoeder en 2 theelepels peper erbij in te voegen. Kook het water en leg de meloen erin. Volg nu de volgende stappen. Je kunt beter meer filodeeg gebruiken dan minder, dus wees er niet zuinig mee. Zoals jullie zien moet er nog een paar filodeegplaatjes tegen de randen aan. Je mag de ovenschaal er niet doorheen zien. Als je meloen klaar is, knip je ze in stukjes. Meng de meloen door de pastilla vulling heen. Normaal laat ik mijn pastilla vulling een uur koelen, dus mijn tip is dan ook om het te doen, anders wordt je filodeeg zacht aan de onderkant. Volg de volgende stappen. Gebruik eigeel om alles dicht te plakken en gebruik het ook aan de bovenkant als je klaar bent. Werk nu alles goed af aan de bovenkant. Je vulling mag niet zichtbaar zijn, dus alles moet goed bedekt worden met filodeeg. Ook je zijkanten moeten goed bedekt zijn. Leg de pastilla in een voorverwarmde oven van 190 graden tot het goudbruin is. Onderkant kan soms niet klaar zijn. Wat ik meestal doe is de pastilla omdraaien en het terugleggen in de oven, totdat alle kanten gaar zijn. Ik draai het om met behulp van een sinia. Sahur raha, eet smakelijk.